Goeie. Deputeerde Steven van Friesland haat mij fjouwer provinciale ambtenaars en denk ik dreigpeteren. Die hien met nam en tanam een brief van 4500 ambtenaars onder ministers onderskreun dat die wat beter het best laat zoen om de klimaatverandering zin te gaan. De BBB in Friesland die vindt het manier dat ambtenaars hier meer wat zissen en dat binnen de deputeerden, waarvan ik nog 12 BBB binnen, noem mij hadden eens. Oftewel, ambtenaars die maar hadden bek horen, zij bepalen wel wat er bad. Wat ze daar zeggen dat Friesland niet onder de klimaatverbetering dwang wil, dat de ambtenaars net zeuren moeten en dwang wat de deputeerden zeggen. En wat ze zo dan net zeggen is dat de BBB blijkbaar net van doel is om de stikstof en CO2 hier te verminderen en dat er aan zijn dags internaat naar gas doeld worden zullen. Dat door de politici van de oppositie blijkbaar net in ze zeggen. Want die ben namelijk vertiezerijk in een onmogelijke discussie. He, ze hadden over het groen wettelijke recht dat ambtenaars best in demonstraties meilen maaien. En ikkelijk een brief onder de ministers onderschrijven dat mij ik. Want ambtenaars ben namelijk echt gewoon meesten. Aan de andere kant, wat ambtenaars het hult niet ikkelijk oneens binnen met de bestuurders, begrijpen wij, hè, de meesten in het land, er helemaal niet meer van. Waarom let die anti-stikstof ambtenaar wat stikstofbedrijven terugdraaien? Beide kanten hebben gelijk. Het Amerikaanse systeem waarin de politici haar eigen ambtenaars benemen is misschien wat dat onbelangrijk wat duidelijker. En dat werkt misschien ook wel effectiever. Zeker omdat hier de hekene ambtenaars in Den Haag hult niet enkel van stoel ruilen als ze ontslaan worden met de zoen. En daardoor wordt het poer minder systeem in Nederland nooit verhoren. En als we het over effectiviteit hebben, dan zoeken we dat wel matten. In dezelfde kranten waarin stier dat de Friese ambtenaars haar stilhouden matten, zie ik wat oors. Dat we de meeste famkes in Friesland lieken nemen en de jongens hier te hidden. En dus jaren we net bij Nederland, want daar rennen Julia en Noah voor ons. Waar had in hemelsnaam betocht dat ambtenaars dit soort dingen uitziekje en publiceren moeten? Volstrekt net nedig. Of zonder die lesjes enkel maar meisje om te weten hoeveel Mohammeds hier binnen willen.